Ik ben Mahmoud, ik kom uit Syrië. Ik ben 21 jaar oud. En ik ben hier bijna al 2 jaar in België. Ja, en ik heb al 5 jaar ervaring bloemist in Syrië. Ken je de namen van de bloemen in het Nederlands al? Niet alles. Nog niet? Nee, maar dezelfde in het Arabisch. Bijvoorbeeld een gerbera daar op de deur. Ah ja. Ja, in het Arabisch ook. Maar in het Arabisch gerbera. Ja, in het Nederlands gerbera. Wat is de naam van de bloemen waar je mee aan het werken bent in het Arabisch? In het Arabisch een. Dat is een warak in het Arabisch. Ja. En dat is warda. Ja, in het Arabisch warda. Okay. Hoe is het om deze cursus te volgen als enige jongen? Hier? Als enige man tussen alle vrouwen? Ja. Hoe is dat? Vind je dat leuk? Of? Ja. Of niet? Wil je graag in Brussel blijven wonen? Nee, ik ga naar Vlaanderen verhuizen. Ja. Heb je al gekozen naar welke stad je wil verhuizen? Ja, natuurlijk. Naar Gent. Ja. Vind je hem creatief? Ja, enorm. Hij is heel fijngevoelig. Hij heeft het echt wel in zijn vingers. Zeker die eerste lessen, als we zo hele fijne basisprincipes moesten aanleren. En hij genoot er echt van. Hè. Je kon hem zo bezig zien van zijn creaties. Ja, hij heeft het echt wel. Het doet me eigenlijk plezier van een keer een jonge gast binnen te krijgen die voor het bloemenvak kiest. Hè. Want het zijn voornamelijk vrouwen. Alhoewel dat er veel topfloristen mannen zijn. Maar zo echt die jonge gasten heb ik zelden in mijn les. Dus dat is toch wel plezier om iemand jong te weten die kiest voor het vak van florist. Dus ik hoop dat hij zijn toekomst erin vindt.